Ja, voorzitter, ik ben een fervent lezer van de boerderij en ik vertrouw ze zeer. En daar las ik vandaag dat de heer Geurts van het CDA vindt dat de psychosociale gevolgen voor boeren van het overheidsbeleid meer onder de aandacht moet komen. Toen dacht ik, ah, dat is interessant zeg, want ik heb het CDA eigenlijk helemaal geen oppositie zien voeren tegen het overheidsbeleid. Of het CDA zat zelf aan het roer met het afschaffen van het melkquotum en dan zeggen nee hoor, er is geen productiebeperking nodig en toen moest het natuurlijk toch. Of geen oppositie zien voeren of gewoon het beleid zien bepalen. Dus zegt de heer Geurts hier eigenlijk, boeren hebben psychosociale steun nodig als gevolg van de keuzes die het CDA al die jaren heeft gemaakt. Ja, voorzitter, het lijkt wel of mevrouw Ouwehand mijn spreektekst weet, want ik kom daar in de volgende paragraaf op. Misschien even als aftrap. Nou, zullen we niet gewoon doorgaan als we er toch op komt? Nou ja, ik wil... Mevrouw Ouwehand wil antwoorden, minister Baas. U gaat door het ingrijpen van de voorzitter ben ik de kernvraag van mevrouw Ouwehand... Die wil ze best even herhalen, denk ik. Dat denk ik ook. Zegt het CDA nu eigenlijk dat boeren psychosociale hulp nodig hebben als gevolg van de keuzes die het CDA hier in de overheid, in de regering, ofwel door geen oppositie te voeren, altijd heeft gemaakt? Kijk, het is altijd goed dat het frame wat de Partij voor de Dieren hier neer wil zetten nog een keer herhaald wordt. Het is een frame die de Partij voor de Dieren neerzet. Ik zit even na te denken, voorzitter, hoe ik daar nou heel netjes op kan reageren. Maar ik zal het als een voorbeeld doen. Als je kijkt, pluimveehouders zijn getroffen door een fraudezaak, fipronil. Gaan met mannenmacht, met buren, met de omgeving, met, nou, noem alles maar op, hun stallen schoonmaken. En op sommige plekken lukt het niet. Nou, dan kunt u niet het CDA verwijten dat die stallen niet schoon worden. Maar die mensen die leven zo in onzekerheid, zo'n druk op hun bedrijven, op hun voortbestaan, dat dat de afgelopen zomer bij mij heeft getriggerd, mede dat... En ik loop er al een heel poosje mee om dit voor te stellen. Om te zeggen van, ik vind dat wij als overheid, ook als er een NVWA optreden is waar wel wat aan markeert, maar daar loopt nu een commissie zorgdragen over, vind ik dat wij daar aandacht voor moeten hebben. En daar ga ik het verzoek ook doen, zo meteen aan de minister, om daar aandacht voor te hebben bij crisisaanpak en bij wetgeving. Ja, voorzitter, dit is natuurlijk de brave uitleg, de politiek correcte uitleg. Maar eigenlijk moet het CDA toch toegeven dat die onzekerheid waar zij het over heeft, in het geval van de fosfaatrechtendiscussie, ontstaan is. Omdat het CDA waarschuwingen wenste te negeren. Iedereen zag dat aankomen, dat het loslaten van het melkquotum en het niet meteen regelen van productiebeperking enorme drama's tot gevolg zou hebben. En dat er dan alsnog met stoom en kokend water een regeling moest komen. Daar heeft het CDA toch zelf voor gekozen. Ik vind dat ondernemers duidelijkheid verdienen. En ik vind dat je ze moet ondersteunen als de overheid er een potje van heeft gemaakt. Maar dan is het wel van belang om aan te wijzen wie daarachter zat. En dat was gewoon het CDA zelf. Ja, voorzitter, dit is een herhaling van zetten. Als je kijkt naar het melkquotum, heeft CDA in het verleden ook gewaarschuwd van beste mensen. Melkquotum gaat eraf, hè. Dat is al 20, 25 jaar geleden besloten zo ongeveer. Houd er wel rekening mee dat we wel regels hebben in dit land en dat er ook niet onbegrensd gegroeid kan worden. Dat vergeet mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren te vertellen. Kijk, de duidelijkheid die de Partij van de Dieren dan kan bieden is zeggen, ja beste mensen, jullie kunnen gewoon Nederland verlaten als ondernemer. Want wij willen 70% op korte termijn en op langere termijn 100% van de veehouderij in Nederland uit hebben. Ja, als dat de duidelijkheid is die u graag wil bieden aan deze ondernemers, dan is dat de zaak van mevrouw Ouwehand, voorzitter. Maar het CDA gaat daar niet voor. U continueert. We hebben twee keer gehoord, mevrouw Ouwehand. Voorzitter, ik heb een persoonlijk punt. De heer Geurts weet heel goed wat hij hier doet. De Partij voor de Dieren is voor een krimp van de veestapel met 70%. Is gemaakt. Maar niet met 100, wat de heer Geurts iedere keer blijft zeggen. Dank tegen beter weten in. De heer Geurts continueert.